Wat moet je doen als je nou aan het sauzen bent, je bent de muren aan het schilderen. Moet je dan 40 centimeter bovenin doen of moet je juist 10 centimeter bovenin doen om de muur te besnijden. En daarna moet je de muur natuurlijk gaan schilderen. Kun je dan nat in nat gaan schilderen. Nou vandaag ga ik daar wat meer over vertellen en ik zal deze even uitzetten. Vandaag ga ik je wat meer vertellen daarover. En ik ga nog andere vragen met jou bespreken die jullie als kijkers hebben achtergelaten uh, onder de filmpjes. Dus uh, ik ga die dingen met jou bespreken. Vind je het leuk om mee te chatten vanavond? Doe dan mee in de live chat, dan kun je daar je reacties achterlaten. Als je nou nieuw bent hier op mijn YouTube-kanaal, welkom bij Schuldersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens. En via mijn kanaal ontvang jij hele leuke schildertips zodat jij, als doe-het-zelf, het zelf kan schilderen. Dus als jij uh, nog geen abonnee bent, zorg dat je even hieronder op die rode knop drukt van abonneren. En dan ook gelijk erachteraan dat belletje, want dan krijg je namelijk een notificatie als er een nieuw filmpje is. En als jij uh, vandaag mee wilt kijken van de vragen, misschien zit jouw vraag er wel bij. Als je het leuk vindt om te kijken, blijf dan zeker kijken. Hildes Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kip tape. Kip, hecht aan kwaliteit. Yes mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe live uitzending en ik zie dat er al mensen binnen zijn. Jorgen van den Broek is binnen, ik doe altijd 10. Oké, okay, dat is uh, goed om te weten. <laughs> en Barbara is er ook. Um, we gaan uh, de live chat, ga ik even openen in het scherm. Dus als het goed is uh, zien jullie nu ook de live chat en dan kun je daarin meedoen. Um, ik ga eerst even beginnen met een vraag. En dat is de eerste vraag. En dat is van Twan Hooyen. En Twan Hooyen zegt: één keer gronden, één keer lakken. Waarom? Kaal hout moet altijd voorzien worden van drie lagen verf. Nou, dat is eigenlijk een hele goede opmerking. Bij het filmpje, en dat ging eigenlijk om dit filmpje. Uh, daar ging het om, uh, kozijn schilderen, de verf overschilderen. Dus uh, bij dat filmpje um, had hij, had ik um, deze vraag gevonden. En daarin uh, vroeg hij van, um, waarom één keer gronden en één keer aflakken als je kaal hout hebt? Nou, eigenlijk, hij heeft misschien dat filmpje niet goed bekeken. Ik heb in het filmpje heb ik uitgelegd dat je... Um, twee keer moet gronden als je kaal hout hebt en één keer moet aflakken. Nou, het kan ook zo zijn dat als je nou ergens bovenin zit uh, misschien ergens bij de dakkapel of uh, op een gedeelte waarin jij een stijgen nodig hebt of een hoogwerk of wat dan ook dan is het misschien wel verstandig als je kaal hout hebt dat je twee grondlagen geeft een voorlak, dus eigenlijk een derde uh, grondlaag en een aflaklaag. Nou, en dan kun je heb je eigenlijk een vier uh, lagen systeem opgebouwd, en dan heb je in ieder geval daar een goede bescherming gegeven. Als je nou onderin bezig bent, dan kan het ook best zo zijn dat als jij uh, nog een deur moet schilderen onderin, dan kun je nog eens een keer bijwerken. En dan is een drie lagen systeem voldoende. Um, maar dat is natuurlijk aan jou. Voor mijzelf, als ik hoog werk, dan doe ik liever een vier lagen systeem als die kaal is geweest. Um, het kan zo zijn dat je kozijn nog redelijk uitziet. Maar de kleur is niet helemaal mooi. Nou dan kun je hem afschuren. En dan zou je kunnen kiezen om hem één keer nog te gronden als tussenlaag. En een keer af te kunnen lakken. Of als je kozijn gewoon hartstikke mooi nog is. Maar misschien dat je nog niet helemaal tevreden bent of wat dan ook. Dan kun je hem ook afschuren. En dan zou ik bijvoorbeeld zeggen van nou, pak minimaal. Uh, 220, P220 of hoger. Dus P500 of wat dan ook. En dan schuur je hem eigenlijk zo fijn mogelijk. En dan kun je hem in één keer af gaan lakken. Uh, ga je eigenlijk bijwerken. Dan zou je misschien tussen de 150 en 220 kunnen afschuren. En dan is het even aan jou. Of je nog een keer een dun laagje grondverf wil aanbrengen. En dan een aflaaklaag. Uh, maar dat is een keuze die jij mag maken. Dus dat was een, een goede vraag. En dan kun je dus kiezen voor een drie-laag systeem of een vier-laag systeem. Maar bij kaal hout geef ik echt de voorkeur aan om even twee keer de grond en één keer af te lakken. Um, even kijken. Er zijn al heel wat mensen weer in de chat binnen. Bas Vernooy is er binnen. Uh, Barbara vraagt, kunnen we vragen stellen? Ja, Barbara, je kunt vragen stellen in de chat. En ik ga wat vragen doornemen. Die jullie al hebben gesteld onder de filmpjes. En als jullie dus volgende keer jouw vraag onder de filmpjes uh, plaatst, dan wordt die misschien meegenomen in de live-uitzending. John Konings die zegt: Goedenavond, ik vind vooral bij VT Wonen altijd mooi om te zien dat ze de hele Kamer eerst de rand schilderen. Klopt. Uh, en dat ga ik straks eventjes wat meer bespreken. Rick Verleg is er ook, Koos van Duin. Um, als jullie vragen hebben stel ze in de chat en dan gaan we dat bekijken. Ik ga eventjes naar een, een tweede vraag en dat is deze en die komt van Peer7777 en die vertelt die verticale plakbandranden ik heb altijd problemen om dat strak te krijgen. Strak in de hoek lukt steeds niet lekker. Ik heb wel eens gezien dat een paar Millimeter door de hoek beter lukt. Hoe doe jij dat? Toffe tips weer. Nou, um, ja, het is uh, het gaat hier dus om om een muur die zo is en een muur die zo is, die dus aan elkaar sluiten in een hoek. En dan is de vraag van hoe doe je dat nou in die lijn om dat mooi te krijgen als die muren niet helemaal uh, goed doorlopen of als dat uh, niet, uh, niet strak genoeg is. Nou, uh, wat je dus kunt doen is de eerste kleur is echt opzetten en door de hoek heen schilderen. Dus dan moet je echt even goed er doorheen schilderen. Niet te ver. Ik zou zeggen 2 tot maximaal 3 mm even door de hoek heen gaan. Dat zou je kunnen doen even met een penseel, dan heb je ook niet heel dik. En dan de nieuwe kleur die zet je dan strak erop en dan kun je het afplakken. Hoef je dan niet meer precies in die na te doen, maar dan kun je hem net 1 mm op de oude kleur, dus op de eerste kleur die je hebt gedaan, daarop zetten en dan die plakband op aanbrengen. En dan zul je ook zien dat die best wel mooi recht en strak wordt. Dat moet je dan wel even doen met de paarse tape, de 309 van Kip, uh, omdat die uh, je bent op dat moment bezig met een verse laag, dus een verse laag op een verse laag. En dan is die 309 het beste om dan daarop aan te brengen. Dus dat is een uh, goede vraag van Peer. En ik denk dat je het zo kunt doen. Of je moet kijken als je echt twee lagen, bij wijze van spreken, binnen een uur gaat aanbrengen. Dan zou ik hem niet gaan afplakken, maar dan moet je echt even uit de hand dat gaan schilderen. Um, kijken of er vragen in de chat zijn. Uh, Popslut Vomit die zegt: Hey Edens, van schilder tot schilder tot kanaal. Top kanaal, man. Nou, dankjewel. Jorgen, wat vind je van verf? Uh, wat ik daarvan vind, is ook gewoon een goede kwalitatief, goede verf. Dus, uh, en dat is net zoals met Sigma en VVO en Drost. En er zijn genoeg uh, van Caparol. Genoeg andere merken uh, die gewoon goed zijn. En op het moment werk ik nu uh, met Wijsenol, uh, werk ik uh, daarmee. Uh, Koos van Duin zegt ook volgende week naar de bouwbeurs. Dan ben ik benieuwd naar de nieuwe snufjes. Uh, ja, ik uh, ga volgende week omdat ik vorig jaar, ben ik één dag geweest en dat was eigenlijk voor mij te kort. Omdat heel veel mensen met mij uh, toch uh, even een praatje wilden maken. Uh, ik heb niet alle stands kunnen aflopen. Dus volgend jaar, of dit jaar eigenlijk, sorry. Uh, dit jaar ga ik twee dagen erheen. Dus mocht ik jou daar tegenkomen, zeg even gedag, maak even een foto. En, en dat is leuk als je een foto maakt samen met mij. Uh, doe dan even op social media het neerzetten. En dan doe je hashtag schildertipsedens. Dus schildertipsedens erachter. En dan kun je daarmee uh, mij taggen in, uh, op social media. Maar ik ga daar naartoe. Willen jullie daar weer wat filmpjes van zien? Of een filmpje van zien? Laat me het even weten in de chat. Laat me even weten. Ik wil filmpjes zien uh, uh, van de bouwbeurs. Van de schilderbeurs. En dan ga ik daar gewoon weer even wat shots maken van leuke dingen die weer uh, misschien nieuw zijn of dingen die je nog niet hebt gezien. Dus laat me weten even in de chat of je daar een filmpje van wil zien. Um, even kijken. En ook als jij naar de beurs toe gaat, laat het ook mij weten. Ik ga waarschijnlijk uh, dinsdag en woensdag daarheen. Dinsdag en woensdag. Even kijken. Henk Vlijn die zegt: hoe kun je een spuitwerk? muur het beste schoonmaken voor het schilderen? Nou iets wat gespoten is dus bijvoorbeeld spachtelpoets uh, of spak. Uh, aankomende maandag heb ik toevallig een filmpje uh, hoe je een plafond met spak gaat schilderen en hoe je dat kunt schilderen. Dus eigenlijk wil ik je even zeggen ga maandag gewoon dat filmpje kijken want dan heb ik dus deze vraag ga ik daar ook behandelen en dan geef ik je namelijk even twee adviezen daarin. Dus uh, Henk, uh, hou die vraag nog vast. Ik ga hem maandag voor je beantwoorden uh, in de, een nieuwe aflevering. Uh, even kijken, want ik had eerder al een vraag gekregen uh, van Jorgen van den Broek. Hij zei, hoe ben je erop gekomen om je werk te filmen? Oké, okay. uh, ja, dat is een, een goede vraag, want. Uh, ik ben een tijd. Uh, heb ik uh, in het begin met mijn bedrijf wilde ik eigenlijk een bedrijf starten. En toen heb ik halverwege, na twee jaar of zo, dacht ik: ik ga gewoon eens wat filmpjes maken. Om op YouTube uh, gevonden te worden. En dan mensen naar mijn uh, website te brengen. En eigenlijk is dat zo begonnen. En toen uh, kreeg ik het hartstikke druk. Uh, en toen ben ik een tijd gestopt. En in 2016 toen dacht ik: van ik ga nu wat meer. Uh, ...filmpjes maken, want mensen vroegen er wel naar... ...en toen dacht ik, ik ga nog eens een keer, even een, keer een filmpje maken, nog een keer... ...en toen uiteindelijk dacht ik van, uh, misschien kan ik kijken of ik een jaar lang eentje in de week kan uploaden... ...en uh, daarbij kijken of ik eventueel inkomstenbron kan krijgen, zodat ik ook dit door kan zetten. Nou, dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik ook met sponsors uh, werk... Uh, zodat ik eigenlijk deze filmpjes voor jullie kan maken. Want er gaat gewoon enorm veel tijd in zitten. Ook deze live uh, uitzending helemaal voorbereiden. Dat kost me gewoon al bijna een dag. Dus dan is het leuk als er sponsors zijn die meedraaien uh, daarin. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om het werk gewoon uh, uh, ja, op te nemen. En mensen worden er in ieder geval van geholpen. Dus dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik eigenlijk het meest doorzet daarin. Om dit te blijven doen. Ehm. Um, Even kijken waar ik gebleven ben. Um, Daif zegt goedenavond. Um, even kijken, ja. Koos van Duin zegt watergedragen hechtprimer op kaal hout buiten is prima. Doe ik ook altijd. Nou dat kun je inderdaad wel zeker doen. Um, Tony Spaans die zegt, maar hoe doe je dat met spakmuren? Ja, um, spakmuren die zijn natuurlijk wat ruwer en daar heb je eigenlijk even een trucje voor, een techniekje voor om daar even een mooie rechte leiding te doen. Uh, met name als je in de hoek hem even sowieso afkit, dan heb je dus daar eigenlijk geen spak op zitten en dan kun je dus heel strak op die kitnaad uh, hem afplakken en dan... Heb je ook dus een mooie strakke lijn? Uh, ga je hem echt midden op een muur, op spak dat doen? Uh, daar ga ik je gewoon een andere keer voor iets laten zien hoe je dat kunt doen. Want dat kan ik wel uitleggen. Maar in de praktijk, het bekijken is toch wat mooier en makkelijker. Uh, Jorgen van den Broek zegt: ik doe altijd de truc met kit op tape. Vind ik super werken. Dat klopt. Alleen uh, over het algemeen uh, hangt er ook vanaf welke. Uh, ...ondergrond je daarbij hebt... ...want als het een gladde muur is... ...moet je het eigenlijk niet gaan doen... Uh, ...want dan ga je toch dat, ga, uh, dat zien... ...uiteindelijk... ...en uh, als je heel veel lijnen moet doen... ...dan ga je toch uiteindelijk... Uh, ...qua tijd daar uh, niet op besparen... ...welke dagen ga je... Uh, ...ik ga dus... Uh, ...dinsdag en woensdag ga ik naar de bouwbeurs... Um, ...Coos <coughs> die zegt ik ga dinsdag... Koos Gorgem. Oké. Okay. Ik ga even een, uh, een volgende vraag pakken. En dat is. Even kijken deze vraag. En die is van Geert Heijn. En hij zegt weer een goede tip. Heeft Kip een overzicht van zijn tapes met daarbij behorende kleefkracht en waarbij je dat. Dan die speciale tape gebruikt. Ja, uh, <coughs> sorry. Kip heeft daar een, een, uh, een catalogus voor waarin je al die dingen kunt bekijken. En uh, zij hebben deze ook online. En ik ga even uh, met jullie kijken. Ik ga even jullie meenemen uh, online. Ga ik je even de website daar laten zien waar je naartoe moet gaan om dat online te bekijken, zodat je eh, deze catalogus online kunt bekijken en ook dus downloaden. Um, maar dan moet ik even hier naartoe. Nou, we zijn hier op die website en dat is eigenlijk eh, de kiosk.kip-tape.com. Eigenlijk is dat het kiosk. Punt kip streepje kom en als je daar bent, dan kun jij uh, zeg maar hier onderin, je komt waarschijnlijk uit op het Duitse gedeelte, dus dan moet je even hier naar het Nederlandse toe gaan, daar, en dan kun je namelijk een van die catalogus kiezen. En wat ik je net liet zien was deze, nummer 3, en dan kom je hierop uit en dan kun je hem dus namelijk gaan bekijken. Kijk en dan heb je dus al die soorten tapes erin. Dit is de normale tape. En dan heb je hier bijvoorbeeld de Ultra Sharp, de 3301. Dit is om die rechte lijnen te krijgen. Um, nou heb je hier bijvoorbeeld die stuk tape die we getest hebben de vorige keer. Um, hier heb ik bijvoorbeeld de 3808, die hebben we ook getest. Dit is een hele goede om op glas te schilderen, zodat je geen lijmresten krijgt. Nou hier heb je die paarse, de 309. En die is dus bedoeld voor om uh, op uh, behang aan te brengen of op uh, gedeeltes die nog vrij vers zijn. Nou en zo kun je eigenlijk al die tapes bekijken. Dan heb je achterin, even kijken. Achterin heb je nog wat meer technische informatie wanneer je wat waar op kan zetten. En hier ook, dus welk gedeeltes je het kunt gebruiken. Dus het is een mooi catalogus die je dus ook tevens kunt downloaden. En hier kun je dus weer kijken van welke tape zou je willen bestellen daarin. Dus als je dat leuk vindt, dan uh, zou ik als ik jou was daar naartoe gaan. En dan kun je dat in ieder geval uh, meenemen uh, in je beoordeling van welke tape je het beste kunt gebruiken daarin. Nou, ik zal even. <coughs> Hier naartoe gaan. Oké, okay, ik doe even mijn chatvenster uh, weer bij aan. Um, even kijken, waar was ik gebleven in de chat? Hier, John Konings die zegt: Heb wel eens een vraag over kitten. Als ik het kozijn, muur, aansluiting of afkit, dan kan ik hem wel strak kitten en schilderen. Maar krijg je allemaal haarschuurtjes of al gebruik ik anti-krakkit. En dat is dus tussen het kozijn en de muur. Ja, dat is even afhankelijk ook of je buiten dat gaat doen of binnen. Maar als je buiten gaat doen, dan moet je het eigenlijk niet afkitten. Want daarmee kan het kozijn nog ventileren. Maar ik zou daar toch uiteindelijk een beglazingskit gebruiken. Dan nou zou je bijvoorbeeld de glaskit TS van Soudal kunnen gebruiken om die na de dicht te krijgen, want daarmee die zijn toch wat sterker en wat, wat uh, kunnen wat meer rek aan. En dat is dan ook weer afhankelijk of je daarna nog die watergedragen gaat doen of een terpentine als je buiten bezig bent. Ron Woender, die zegt leuk om inderdaad filmpjes uh, van een filmpje van te zien. Oké, okay, dus een filmpje van de uh, uh, SGA vakdagen. Even kijken. Um, Tony Spaans die zegt: Soudal CF2-kit nemen, John. Koningen, konings en je problemen zijn voltooid verleden tijd. Dat klopt. Die CF2, dat is de uh, acrylaat-kit CF2 van Soudal. Die is super goed. Ik vind hem zelf in ieder geval super stevig en goed. Uh, maar voor binnen zou ik hem dan daar toepassen. Ga je dus buiten dat doen, dan zou ik die uh, Soudal. ...Glaskit TS uh, pakken. Want die is dan weer wat sterker daarin voor buiten. John Konings. Uh, Oké okay, Tony, heb al verschillende professional merken gebruikt... ...maar ik ga eens proberen. Bedankt. Uh, dan moet je even uh, naar uh, een filmpje toe gaan... ...want daar heb ik ook een filmpje van uh, John Konings. Uh, en dat is namelijk... Uh, ...ga ik je heel even laten zien... Uh, even kijken. Afkitten. Kijk, dat is deze. Ja. Dat is deze. Uh, dit filmpje hier: acclaatkit aanbrengen of kit aanbrengen. In deze aflevering leg ik echt alles uit over die Soedal kit en hoe je hem goed kunt gebruiken en waarvoor. Dus ik zou je adviseren om dat filmpje even op te zoeken. En dat heb ik hier gedaan. Uh, je kunt deze titel doen of afkitten Edens en dan zoek je dit plaatje erbij op. Um. Nou. Even kijken, ik moet steeds even mijn beeldscherm weer terugkrijgen. Ja, even kijken, Jorgen van den Broek zegt, ik, heb, ik ben eerstejaars niveau 3, ben sinds april stage aan het lopen bij een zzp'er, heb nou nog veel meer eer aan mijn werk dan bij een groot bedrijf. Uh, ja, want als je bij een ZZP' werkt, kun je natuurlijk uh, ben je wat meer verantwoordelijk voor dat werk. En uh, ja, dan kun je ook veel meer uh, werkzaamheden gaan doen. Dus zorg dat je daar ook aantekeningen maakt als iemand je wat vraagt, of zegt, of uitlegt. Dat je even een boekje erbij pakt en schrijf die dingen op. Want dat toon je ook mee dat je luistert en dat je wat opschrijft en dat jij eigenlijk met je werk vakkundig bezig bent. Dus dat is altijd een advies die ik altijd aan de stagiairs heb meegegeven. Zorg dat je een boekje bij je hebt... waar je eventjes die dingen opschrijft die de werkgever aangeeft... en dan kun je dat even voorleggen. dus dit is wat je hebt aangegeven, ja... en dan kun je in ieder geval daar... heb je een houvast voor jezelf... en dan hoef je ook geen fouten te maken. Um, Tony Spaans, een snel droge maar ook rot voor de vingers te krijgen... Dat klopt. En dat maakt ook dat die kit ook zo goed is. <laughs> Want het is soms af en toe lastig om van je vingers af te krijgen. Uh, Jij dan Siden die zegt. Kun je vertellen welke beter is om mee te schilderen: roller of spuitpistool. Uh, kijk, een spuitpistool is natuurlijk uh, veel handiger en sneller om uh, mee te gaan spuiten als je muren gaat doen, enzovoort, en plafonds. Uh, maar soms heb je gewoon bepaalde. Uh, plekken Of kamers of woningen die nog gewoon waar de spullen in staan, en dan kun je echt niet altijd de spuit pakken, dus dan heb je uh, ook weer een rollen nodig. En voordat je een, een spuitinstallatie hebt aangeschaft, ja, dan moet je dus ook weer de investering in doen. Uh, het is wel de moeite waard, uh, maar uh, je kunt niet altijd die spuit gaan gebruiken, dus dat moet je wel even rekening mee houden. Uh, Stripe 11. Ook konings, beglazen het gebruiken geen acryl. Klopt. Tenzij je dus binnen bezig bent, dan zou ik wel acrylaat gebruiken. Uh, Stripe of gendicine. Waarmee kun je beter lopen? Bergschoenen of hardloopschoenen? <laughs> dat is afhankelijk. Als jij uh, 100 meter uh, moet sprinten, dan uh, heb je niks aan die hardloopschoenen. En andersom, als je de berg in gaat, denk ik niet dat je wat aan die loopschoenen wat hebt. Dus dat is ook weer afhankelijk waar je het wil vergelijken. Uh, John Konings, het is voor binnen bedoeld. Oké. Okay. Um, Henk Flein, heb je ook nog tips voor het schilderen van een schoon metselwerk? Het is binnen. Uh, voor binnen zou ik gewoon eigenlijk uh, gewoon latex gebruiken. Als die mooi schoon is, dan kun je gewoon rechtstreeks met latex op aanbrengen. Uh, zorg dat je de eerste laag Even verdund uh, met wat water en dat die iets dunner wordt, waardoor je wat sneller uh, die laag kunt aanbrengen en eigenlijk overal kan raken. En als dat droog is, dan doe je de tweede laag gewoon vol zonder verdunning. Dat is zo hoe ik het zou doen. Uh, Rick Verleg, John, binnenkort ga ik van die non ferro kozijnen opnieuw schilderen. Zou je daar een reguliere primer voor gebruiken of ander soort primer? Uh, je hebt van uh, Algrond. Van Algrond hebben ze uh, echt een primer die ook bedoeld is voor metalen. Dus ik zou daar uh, zo'n primer uh, op toepassen. En daar heb ik ook een, uh, een filmpje over. Dan moet je even op zoek gaan naar uh, Roest Verwijderen Edens. Ja, Roest Verwijderen Edens. Daar heb ik een filmpje over. Roest Verwijderen. En daar gebruik ik een Algrond. Dat is wel een. Uh, Algrond voor buiten. Maar je hebt ook een watergedragen voor binnen. Dus die zou ik. Normaliter gebruiken eerst als primer. En dan vervolgens kun je daar de grondverf op aanbrengen. John Konings. Ik heb thuis opdekduren en stalen duren. Super lelijk. Zijn deze mooi te schilderen? In principe is het altijd te schilderen. Dus uh, ja, dat kan. Ja. Uh, even kijken. Oké okay, mensen, ik ga even een, een volgende vraag pakken die we nog niet hebben gehad. Uh, ja, dat is deze. En die is van Z. En Z die zegt: bedankt weer voor de tips, John. Het resultaat ziet er strak uit. Vraag: welke merk en type kwast gebruik je voor het besnijden van het plafond? Nou, dat is in ieder geval eerst één vraag, want hij heeft meerdere vragen. Nou, ik heb daarvoor, uh, hij heeft deze gezien. Dat is de uh, van Goudhaantje, de 686 nummertje 3, 686 nummertje 3. En misschien kun je het hier wel inlezen. Ik zal even kijken of ik gaat. Nee, hij uh, zoomt er nu niet sterk in, maar dat maakt niet uit. 686. En dat is eigenlijk uh, een kwast met namelijk die purple haren. He, ik heb je uitgelegd die purple haren, die zijn super fijn en super zacht. En ik heb meestal deze uh, om mee te besnijden, ook vanwege de haren die gewoon super zacht zijn. Uh, dus die zou je eventueel kunnen gebruiken. En dat is de kwast die je hebt gezien. Uh, even kijken. Ben je trouwens niet bang dat de bovenste baan van het plafond al gedeeltelijk opdroogt? Uh, opgedroogd is voordat je de rest van de muur schildert. Dus dat je niet nat in nat kunt schilderen voor een mooie vloei van de muur. Ja, nou daar komen we eigenlijk op onze uh, grote vraag uit van deze avond. En waar hij het over heeft is eigenlijk het volgende: hij zegt: um, hoe zit het als je nou zo'n grote rand aanmaakt uh, om als het ware te besnijden? Uh, in vergelijking dat je uh, dat gaat doen met zo'n rand die eigenlijk 10 centimeter is en eigenlijk gedaan is met een klein rolletje. Dus als je die twee uh, met elkaar gaat vergelijken dan zie je toch 40 tegen 10 centimeter. En eigenlijk vraagt hij daarbij van ben je niet bang dat dat heel snel uh, doordroogt. Um, ja, wat zal ik daarop zeggen? Uh, wat heel belangrijk daarbij is en dat je uh, ook gewoon moet bedenken is dat je, uh, je moet zoveel aanbrengen als dat jij eigenlijk kunt schilderen. Dus uh, ik doe meestal die grote randen uh, van 40 centimeter want dat kan ik namelijk dan met de rollen doen waar ik ook de muur mee ga doen. En uh, omdat die muur uh, vrij glad is uh, kan je veel sneller werken. Op dat moment, toen ik dat deed, uh, was het niet heel erg warm in die kamer, dus die verf droogde niet snel aan en de muuroppervlakte, dus de breedte van die muur, uh, was voor mij groot genoeg om eerst die hele baan te doen uh, voordat die aandroogde. Maar ik wil je zeker uh, wel adviseren: als jij nog niet handig bent, doe dan niet meteen zoeken grote lappen. Uh, maar pak dan even die kleine rollen van 10 centimeter en doe alleen stukken waarin je ook dat gedeelte kunt afmaken. Je kunt ook ervoor zorgen dat je die rollerstructuur uh, van bovenaf naar beneden doet en steeds uitlaat vlakken naar beneden, zodat je van, van dik naar dun gaat krijgen en dan straks met, uh, met de muur op de vlakte dat in elkaar door laat lopen. En als je dat een beetje goed behendig bent, dan kun je eigenlijk wel grote, brede banen doen. Uh, alleen je moet wel even uitkijken dat je niet uh, die oppervlakte zo groot doet dat je er bewijs van spreken, want dat zie ik ook wel eens heel vaak, dat ze de hele kamer rondom hebben gedaan. En eigenlijk is het ook te warm en dan hebben ze dus eigenlijk allemaal grote randen in de muur. Dat is niet mooi. Dus daar kun je eens even naar kijken hoe je dat kunt oplossen. Um, ik ga naar een vraag in de chat. Uh, even kijken. Jorgen van den Broek zegt, algroent op een verniskozijn of trap werkt perfect voor de hechting. Alleen de dekkracht vind ik minder. Dat klopt, omdat een algroent namelijk geen grondverf is, maar het is een primer. En een primer is anders dan een grondverf. Dus uh, een primer is echt bedoeld als tussenlaag voor onderdelen die uh, eigenlijk een slechte hechting kunnen verkrijgen met een grondverf. En dat uh, is anders samengesteld. Dus die is puur bedoeld voor de eerste uh, aanhechting, en die moet je eigenlijk zo dun mogelijk aanbrengen. Om puur even die toplaag aan, uh, of die laag aan te brengen, en dan kun je daarover een grondverf aanbrengen die wel de dekking gaat geven... en het volume... en dan kun je van daaruit de aflak aanbrengen. Um, Michel M. Ik wil binnenkort beginnen met het schilderen van een trap. Heb je tips? Uh, ja, ik heb wel tips... maar... ik weet niet uh, wat voor tips je precies bedoelt... Uh, want ik kan van begin tot het einde... die hele trap uitleggen. <laughs> uh, dus... Uh, dan moet je even misschien iets meer omschrijven... wat voor tips je exact bedoelt. In principe... Zorg dat je het in ieder geval goed schoonmaakt, even goed schuurt, uh, gaat gronden en dan gaat aflakken. En dan is het aan jou of je met een watergedragen verf dat gaat doen. Uh, een één component watergedragen of een twee componenten watergedragen. Dus uh, dat is even waar je uh, naar op zoek moet gaan. Um, AK Mr. Maniac die zegt, hallo John, ik, heb een ik ben een zzp'er als schilder uiteraard. Ik ben al een tijdje bezig, alleen vroeg ik mij af wat ik kan rekenen per uur. Zelf heb ik geen idee. Um, wat ik ga doen, mensen, wat ik, nou, of niet wat ik ga doen, wat ik in gedachten heb, wat ik verplan ben om te gaan doen, is een trainingcursus gaan geven aan mensen die voor het eerst uh, een bedrijf starten, of aan mensen die een bedrijf hebben, aan mensen die een bedrijf willen gaan starten. Uh, om je te helpen hoe je nou eigenlijk een bedrijf kunt starten. Dus dan spreek ik niet over dat je moet inschrijven bij kamer van koophandel en hoe je de administratie uh, BTW-aangifte moet doen. Daar spreek ik niet over, maar meer van hoe kan je nou het contact krijgen met die klant? Hoe trek je klanten aan? Hoe uh, ga je het gesprek aan met die klant? Hoe bouw je je offerte op? En aan de hand van al die dingen. Uh, kan je creëren namelijk dat die klant helemaal als het ware, voordat hij de prijs weet, helemaal verliefd wordt op jou als schilder, en dat die klant zegt: ik, ik wil geen andere schilder hebben dan deze schilder, en dat je vanuit die basis uiteindelijk een prijs kan maken naar die klant toe, waarvan die klant begrijpt: ik wil hiervoor betalen uh, wat het mij ook kost. Ja, en dat, natuurlijk is dat een extreem voorbeeld, maar dit zijn wel dingen. Als jij de mooiste uh, werkveld videoapparaat wil kopen, dan heb je er ook wel wat voor over, omdat je weet wat dat apparaat allemaal kan. Nou, en eigenlijk moet je het ook zo bedenken: als jij een advocaat uh, bent of een advocaat uh, wilt hebben, dan wil jij de beste advocaat. Want jouw zaak is van belang. Nou, en eigenlijk is dit, zijn dit allerlei manieren die uh, getraind kunnen worden van hoe bouw je die chemie op, hoe zorg je dat je met die klant een bepaalde chemie hebt, hoe zorg je dat als jij concurrenten hebt, dat jij die concurrenten kunt uitschakelen en dat die klant voor jouw offerte gaat in plaats voor de offerte van jouw concurrent. Nou, allemaal van dit soort dingen, daar heb ik allemaal trucjes om het zo maar te zeggen, en technieken voor die ik jou kan leren. En als er dus mensen zijn die nu meekijken en denken van, hé, hey, ik wil voor mezelf starten een keer, of ik ga voor mezelf starten, of ik ben al gestart, maar ik wil hier best wel wat meer training over hebben, laat het me weten, stuur me dan een e-mail, dan ga ik die namen sowieso allemaal verzamelen. En als er mensen zijn die zeggen van, hé, hey, dit is wat ik wil doen, uh, schrijf je dan in daarvoor. Uh, waarschijnlijk ga ik voor die training 200 euro vragen. Rond de 200 euro. Maar je moet wel weten dat je voor die 200 euro echt de geheimen krijgt. Hoe ik te werk ben gegaan. En ik ben nu dus uh, al ruim 14 jaar zelfstandig. En ik heb in die tijd geen mensen gehad. Die mij hebben geholpen. Uh, van nou, zo moet je doen en zo. Dus ik heb al die dingen moeten uitzoeken. Ik heb daar zelf trainingen gevolgd en ook bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt om die verkooptechnieken goed te leren en te bestuderen. Nou, en ik heb daar heel veel profijt uit gehaald. En ik weet zeker dat als je zo'n zo training wil gaan doen, dat jij de profijt uit gaat halen en dat die 200 euro dubbel en dwars verdiend is als je je eerste klus al binnen hebt gehaald. Dus eh, als er mensen zijn die zeggen... Ik, het lijkt mij hartstikke leuk... stuur me dan een mail naar info.schildersbedrijfedens.nl En de link vind je altijd even onder een filmpje. Daar vind je wel een link eh, om te mailen of wat dan ook. Stuur me dan een mail daar naartoe van... hey, dat lijkt me leuk en ik zou me eigenlijk alvast wel willen voorinschrijven. Als er genoeg aanmeldingen zijn, ga ik zo'n uh, training geven. En dan ga ik je al die technieken leren... Hoe ik dat doe. Dus, mocht je dat leuk vinden, laat me dat weten. Stripe11 die zegt: Hey John, is het nou beter om plafonds in banen weg van het raam licht te maken of langs het raam en dan van het licht af? Zeg maar. Ja, uh, eigenlijk maakt het niet uit. Uh, want als jij nat in nat kan werken... dan kun je gewoon eigenlijk het uh, gewoon in zijn geheel opzetten. En soms is het wel eens handig om het zelfs kruislinks te doen... dat je die, uh, bijvoorbeeld zo start tegelijk met het hele raam mee... en de tweede laag tegen het raam in. Maar dat is ook even afhankelijk van de breedte van je kamer. Want als je uh, met het raam meegaat... en het zijn korte stukjes in plaats van mooie lange banen... ja, dan is het misschien ook weer heel anders zicht. Dus het beste is om nat in nat te schilderen... En aankomende maandag uh, is er dus een nieuwe aflevering waarin ik dus een plafond ga schilderen. Dus dan kun je dat uh, bekijken. Tony Spaans, daarom meestal met, uh, met z'n twee in één besnijden en de ander achteraan om in te vullen. Dat kan, maar soms ben je gewoon in je eentje. Ik schilder ook alleen. En ik heb daar geen personeel bij, omdat ik natuurlijk heel veel schildertips maak. Dus ik kan dat niet allebei tegelijk gaan aansturen. Maar uh, als je alleen bent, en dat is eigenlijk de truc ook. Jij moet leren om zelfstandig te kunnen werken in je eentje. En als je met twee bent, is het altijd natuurlijk veel handiger en makkelijker ook. Ja, klopt. Uh, Jorgen van den Broek, Michel, pruimen de trap en met Code Right aflakken. Inderdaad, Code daar hebben ze ook een uh, component en een twee-componenten lak. Uh, dus dat zou je kunnen doen. Alleen die twee-componenten lak moet je wel weten even hoe je het moet aanmaken. Jender van Zeden zegt: Wat kun je het beste doen tegen vochtig plafond in de badkamer? Ik denk er zelf aan om een verlaag plafond te maken in de badkamer. Zou dat de vocht tegenhouden? Nou, wat je. Het beste kunt doen is zorgen dat je voldoende ventilatie erin gaat krijgen, uh, want uh, ja, eigenlijk staat het of valt het daarmee heb je genoeg ventilatie. Uh, dus dat is eigenlijk het eerste wat je moet oplossen. En als je dat hebt opgelost, dan uh, zet ik er zelf altijd een uh, buitenkwaliteit latex op uh, uh, in de badkamer. De, en bij mij heb ik dat ook en ik zie geen enkel schimmel daarin, terwijl we maar een raampje hebben van ik denk nou dit bij dit dus dat zal ongeveer 20 bij 20 zijn misschien 25 bij 25 dus dat is een heel klein raampje um, maar wij zetten gelijk er achteraan na het ze ook nog de deur bij open dus ik heb het al jaren uh, helemaal super schoon en er is geen schimmelvlek op mijn plafond dus ja zoiets zou je kunnen bekijken om te kunnen doen um, ik ga heel even mm, nog één vraag doen, Thijssen van Dijk, Dijkarken, die zegt, of Duinkerken, sorry, <laughs> Thijssen van Duinkerken zegt, zoals je de cursus verkoopt, op die manier haal je ook de klussen binnen. Uh, klopt, ja, als je dus, als je gewoon klussen wil hebben, uh, en, je, en je hebt dus eigenlijk ook deze training gevolgd, zul je van mij technieken krijgen, uh, hoe ik met die klant, uh, het gesprek aangaan, hoe ik het eerste contact met die klanten aanga, waarvoor ik eigenlijk, ik kan je echt zeggen dat de meeste klanten tegen mij zeggen als ik ze achteraf vraag van waarvoor heb je nou voor mij gekozen, er zijn een paar dingen waarvoor ze hebben gekozen. Ten eerste, ze vinden mijn offerte gewoon heel mooi, dus daar ga ik je bij helpen hoe je zoiets kunt maken. En ten tweede uh, zeggen ze ook uh, dat moment hoe jij met ons omging. Dat vonden wij heel anders dan hoe die ander uh, daarmee omging. Nou, en daar heb ik dus een speciale techniek voor hoe je dat kunt doen, en dat kan iedereen leren. Nou, dat zijn dingen die, uh, als je die twee dingen erin brengt in je pakket, zul je zien dat je uh, goede klanten kunt krijgen die uh, er echt geld voor willen betalen om jou het werk te laten doen. Dus neem dat mee als je die cursus een keer wil volgen. Schrijf je dan in en dan ga ik kijken of ik zoiets op touw kan zetten. Ik ga even naar een volgende vraag. Um, ja, dat is deze. En die is van Henk G. En die zegt: Hoi John, goede tips, weer erg leerzaam. Met welke korrel schuur je de hoeken door? Oké, okay, met welke korrel schuur ik de hoeken door? Nou, uh, waar Henk het over heeft. Dat is uh, omtrent dit filmpje hoeken behangen met vliesbehang. En daar heb ik laten zien hoe je die hoeken, uh, hoe je die hoeken kunt schuren. En daarbij uh, heb je dus behang aangebracht. In dit geval is het vliesbehang. En um, sommige mensen willen door de hoek heen behangen. Ik laat daar zien dat ik dat niet doe, want die hoeken gaan heel vaak kapot en dus ook je behang. Of het gaat daar bobbelen. Nou, eh, daar kun je dat schuren, dus je kunt dat filmpje gaan bekijken, hoeken behangen met vliesbehang, en eh, dat heb ik gedaan met, laat ik zeggen, 220 of hoger, dus P 220, P 500, in ieder geval een schuurpapiertje die zeer fijn is. En dan heb je dus gewoon heel mooi dat je die, die vezel eraf kan halen, precies op de hoeken. Dus heb je zo'n filmpje nog niet gezien, ga hem even opzoeken later. En dan uh, schrijf hem dan nu op even op een papiertje. Uh, hoeken behangen met vliesbehang. En ga hem later even bekijken. En dan zul jij dat leren. En dan krijg je je hoeken gewoon super mooi en strak. Ehm. Um, ik ga even een volgende vraag pakken. En die is van Erik van der Horst. En die zegt: Hoi John, ik heb nog een vraag. Waar haal jij je spullen vandaan? Bijvoorbeeld kwasten enzovoort. Ze zijn bij ons niet te koop. Uh, dan zou het via internet moeten doen. Groetjes. Ja, uh, de materialen. Ja, ik heb gewoon het geluk. Dat ik uh, ja, drie groothandels heb hier in Apeldoorn, uh, waar ik uh, ja, bijna alle materiaal kan kopen. En er zijn ook nog een keer andere bouwgroothandels, uh, die ook nog weer spullen hebben. Dus dat voordeel heb ik uh, daarin. Uh, maar mocht, het, mocht je ergens naar op zoek zijn, iets van. Uh, van Wijzenol, van Kip of Soudal, van de sponsors die we hebben, of Goudhaantje, als je dat soort materiaal nodig hebt. Wat je het beste kunt doen, is even naar hun website toe gaan. En vaak hebben ze op hun website hebben ze, uh, verkooppunten staan. Dan hebben ze een pagina waar, waar ze zeggen: Hier zijn de verkooppunten. En dan klik je daar gewoon aan en dan ga je kijken of er een verkooppunt is in jouw uh, beurt. En is die er niet, ja, dan zou ik het gewoon online gaan bestellen. Uh, want eigenlijk is tegenwoordig zoveel online te bestellen. En het is vroeger, uh, voor misschien een x aantal jaren geleden, was dat misschien niet helemaal betrouwbaar. Maar je kunt er wel van uitgaan dat de meeste uh, uh, ja, verkooppunten die online gaan op zichzelf. Uh, aardig betrouwbaar zijn en vaak ben je ook nog wel iets goedkoper uit, misschien de verzendkosten, maar als je meerdere spullen tegelijk hebt krijg je ook de verzendkosten gratis, dus dat zou je kunnen overwegen om te kunnen doen. Mocht je echt een iets niet kunnen vinden, uh, dan zou je het eventueel via mij kunnen bestellen en dan kan ik het verzenden. Uh, maar dan uh, zal het toch wel net even iets duurder zijn. Maar dan heb je wel de juiste materiaal die je nodig hebt uh, om die klus te kunnen doen. Even kijken. Stripe 11 die zegt, heb je al met Vevio geschilderd? Jazeker heb ik met Vevio geschilderd. En daar heb ik ook al heel wat jaren mee geschilderd. Uh, en Vevio is gewoon ook gewoon een heel goed product. Dus uh, is gewoon een goed product. Klaar. Jorgen van den Broek zegt Coatrite echt het beste. De 2K lak ook gebruikt voor een eettafel. Makkelijk te brengen te mengen en zeer goed kwaliteit. Dat klopt. Want ja, die 2K dat is uh, gewoon ge een chemische binding en super sterk. Uh, het is allemaal te vertrouwen. Even kijken. Roland uh, Sylvester die zegt ben zelf mijn schilderwerk gaan doen is wel echt een vak hoor daar ben ik wel achter gekomen heb veel aan je tips gehad super bedankt nou graag gedaan en ja je merkt gewoon dat hoe meer je doet des te beter je ook gaat worden natuurlijk pro ProBuilders klusbedrijf die zegt leuke tips altijd ook voor de professionals ga zo door nou, ook leuk dat de professionals meekijken, dus dat is altijd leuk om te horen. Stripe 11, ik schilder meestal met die goudhaantje purple. Vandaag toevallig met die meesterhand aqua. En daar merk je toch wel dat die haren veel harder zijn eerder kwaststrepen. Ja, ja, zelf ben ik gewoon echt, uh, ja, vind ik die. Vooral die purple heel erg fijn. En nou heb ik dus hier bijvoorbeeld dus die brede van goudaantje. Maar. Um, kijk, ik heb hier ook gewoon de normale. Uh, dit is dan nummer 16. Nummer 16, de purple. Nummer 16 van goudaantje. En deze haren zijn gewoon extreem zacht. En dat ga je echt weer terugzien in je schilderwerk. Met name als je watergedragen. Uh, verf aan het aanbrengen bent. Uh, Stripe zegt: stijgenkar stond volgende dag op de oprit. Zou uit de fabriek is echt gestoord tegenwoordig. Ja, ja, dus die online bestelling gaat echt soms super snel. Dus ja, uh, en zeker als het gewoon professionele bedrijven zijn of bedrijven die al veel meer leveren. Vaak zie je ook wel reacties van mensen dat ze zeggen dat ze tevreden zijn dus je zult echt niet de eerste meer zijn die online iets gaat bestellen daarin um, Oké okay, ik ga even naar een volgende vraag en dat is deze vraag En die is van voornaam RV voor het behangen strijken ze de muur ook wel eens voor met behang behangstuifsel niet goed dus de vraag is of je dat behangsthuisel met behangerslijm het kunt voorstrijken. Nou, um, er zijn een paar dingen wat ik je daar echt even bij wil zeggen. Als jij uh, behanglijm uh, gaat gebruiken om de muur voor te strijken voordat je gaat behangen. Dat kun je wel doen. Uh, dan moet je even het, het behangslijm moet je even wel nog een stuk verdunnen met water. Waardoor die echt even goed dun is. En dan kun je die muur voorstrijken daarmee. En dan kun je later dan je behang op aanbrengen. Maar, ik wil je daar wel even voor waarschuwen. Als jij uh, behanglijm gaat gebruiken om voor te strijken. En je gaat dus je muur voorstrijken met behanglijm. En je gaat daar achteraan zonder behang maar de muur schilderen. Dan zou ik dat niet adviseren. En zeker niet doen. Eh, omdat die lijn met het vocht van, uh, van de latex uh, weer op zou kunnen lossen. En dan gaat je verf niet vastzitten. En dan ga je problemen krijgen. En dat risico wil je niet nemen. En natuurlijk. Uh, als dat goed ingetrokken is, dan zou het wel kunnen. Maar als het net niet goed is, dan heb jij gewoon problemen. Dus ik zou je toch adviseren en zelfs uh, bij behang aanbrengen om de muren niet met, uh, met lijm voor te strijken maar de muren gewoon echt voor te strijken uh, met uh, voorstrijk voor zuigende ondergronden. En dan heb je in ieder geval voor jezelf ingedekt. En als het echt dat je voorstrijk net op is en je, moet, uh, je hebt het niet meer of je moet het net halen dan is echt alleen een, een noodgeval kun je dat inderdaad doen dat je de behangslijm even heel dun maakt uh, bijna waterig en dan kun je dat wel gaan doen ja um, <tie> even kijken ja daar las ik een synthese kwast stripes hè? dankjewel stripe 11 dan is de purple weer iets te zacht ja voor synthetische kwasten is de purple te zwak. Uh, uh, dus die rode is te zacht. Dan moet je even de gele kwast van Goudaantje hebben. En die is wat harder. Dat zijn varkensharen. Of de groene kwast van Goudaantje. De Futura. Uh, even kijken. Hier heb ik de volgende. Veritas Liberabit, die zegt echt super gaaf dat je deze waardevolle tips met de wereld wilt delen. Nou, ik vind het ook zeker leuk om de tips uh, te delen uh, met, ja, met jullie als kijkers. Uh, omdat ik uh, ja, het gewoon leuk vind dat mensen daarin verder geholpen worden. En ik zou het ook leuk vinden van jullie als jullie deze tips zouden willen delen. En um, wat je ook eventueel kan doen, dat lijkt mij uh, handig, ook voor degene die misschien wat meer in communicatie willen zijn. Want via YouTube gaat dat niet altijd. Zorg even dat je uh, op de uh, social media uh, met mij connecteert. En daarvoor zou je dus even. Zoals deze, mijn Facebook-pagina kunnen doen. Dan moet je even naar Facebook toe gaan en dan naar gratis schildertips van schildersbedrijf Edens invoeren. Of uh, gratis schildertips Edens. En dan kom je op mijn Facebook-pagina uit. En als je daar op mijn Facebook-pagina bent, dan kun je dus die pagina gaan liken. En dan kom je veel meer in communicatie. Of als jij een LinkedIn-fanaat uh, bent. Ga even naar LinkedIn en dan voel je daar John Aden zien. Uh, en ik ben ook. LinkedIn en Facebook zijn voor mij de meest uh, gebruikte. Uh, Instagram heb ik wel. Uh, en daar kun je op connecteren. Maar daar doe ik het minste op. Dus het is voor mij meer LinkedIn en Facebook. Connecteer daar even. Want als jij een keer een leuke foto hebt. Dan kun je me dat namelijk even in een privébericht sturen. En misschien kan ik die foto's dan weer gebruiken voor andere dingen. Dus connecteer even op uh, de LinkedIn uh, uh, pagina van mij. Gewoon de John Edens op LinkedIn zoeken. En op Facebook, gratis schildertips. Maar de linkjes vind je altijd onder in de beschrijving van iedere filmpje. Dus als je de linkjes wil hebben, kijk even in de beschrijving van de filmpjes. Um, even kijken. Ja. Die old timey woodworker die zegt ik gebruik altijd alle bastine uit de bouwmarkt, maar zou het graag eens met Renovate proberen. Nou, wat belangrijk is is dat die alle bastine van de bouwmarkt uh, dat is een doe-het-zelf merk en um, je moet dat even uh, goed bedenken dat je, uh, als je echt houtrot wil uh, gebruiken, dat je misschien beter niet met doet zelfmerk aan de slag zou moeten gaan. Uh, zeker als jij nu mijn YouTube kanaal al volgt en weet dat bepaalde dingen gewoon echt even de nodige materiaal uh, nodig hebben. Kijk, ik ga zelf ook niet met alle bastine te werk omdat ik gewoon als professional gewoon goede kwaliteit moet gebruiken. En daarin is Renovate een hele goede partij in. Omdat die echt voor de professionals gebruikt worden. Uh, het is dus wel, en ik weet dat op uh, YouTube er bepaalde mensen zijn die ook een YouTube kanaal hebben. En wel met alle bastine dingen laten zien. En vooral timmermannen maken er graag wat gebruik van. Maar een timmerman is geen schilder. En ik wil je echt adviseren. Kijk, een timmerman maakt iets in elkaar, maar die schilder die moet uiteindelijk uh, het eindresultaat laten zien daarin. En als dus het voorwerk daar niet goed in is gedaan, dan zit jij met gebakken peren. Dus ik wil je echt adviseren. En ik heb wel eens met timmermannen werk ik dan wel eens samen. Die gebruikt eerst ook alle bestienen, Daar heb ik gewoon als stelregel neergelegd: als je voor mij werkt, dan wil ik dat je professioneel materiaal gebruikt. Uh, bij het herstellen van een nieuw raam of wat dan ook, als zij bepaalde stukken erin bouwen. Uh, of dat gedeelte laat je liggen en dan pak ik dat zelf wel op. Maar uh, ga niet met alle bestienen uh, aan de slag als jij je schilderwerk buiten in goede topkwaliteit wil hebben. En je hebt zojuist al een vakman bespaard door de filmpjes goed te bekijken. Dus uh, ik zou zeggen, gebruik gewoon even kwalitatief goed materiaal. En alle die komt bij uh, Profilide vandaan, profielen. Uh, en die kun je uh, beter gebruiken, want die hebben, alle bastine hebben gewoon, dat is een ondermerk van een andere topmerk. Dus dat kun je beter dan hun kwalitatief goede pasta gebruiken. Uh, ik ga even naar de chat. Uh, even kijken. Jorgen van den Broek zegt, vindt de groene van Goudhaantje ook goed. Um, ik, ben er voor, ik ben ervan door, fijn weekend alvast. Ik ben ervan door, fijn weekend alvast. Nou prima, ik zie je later wel. Stripe, yo, fijn weekend. Stripe 11. John, je bent een topper hoor, maar dat filmpje met plamuur verwijderen. Die tip is super natuurlijk. Maar zag er zo gebeurd uit, zo op de stoep. Met je poot erop en dat vet bukken, haha. Nou, in principe viel dat wel mee hoor. Het was, uh, um, en ik denk dat je bedoelt die plamuur van die uh, plamuurmes afhalen. Uh, er kan niks mee gebeuren, laat ik het zo zeggen. Want ik doe dat al zo vaak. Maar uh, je moet gewoon doen zoals jij denkt dat het het beste is. Ja, dat is eigenlijk het beste. Haha, we weten allemaal over wie we het hebben. Oh, ik dacht even dat het over iemand anders had. Oké. Okay. Uh, ja. <laughs> ik ga niks zeggen. Dat is ook niet netjes. Maar uh, ik wil alleen erop attenderen dat je gewoon, uh, uh, gewoon goed materiaal moet gebruiken. Dat is gewoon het beste ook voor jezelf. Als je goed kwaliteit uh, werk wil hebben. Oké. Okay. Ik ga hier nog een vraag pakken. En dat is van Tony Montana. En hij zegt... Wat wij vroeger deden is het tape... Dat net boven de potloodlijn zit, de onderste helft ervan. ze met dit geval de lichte kleur, dun oversauzen zodat de donkere ondermuurkleur niet over de tape kan lopen. Goede video. Nou, dat is een hele goede vraag die hij daar heeft neergelegd en ook een goed antwoord. Wat je heel goed gebruik van kunt maken. Uh, waar spreekt hij nou over? Want waren er waren meer mensen die dit hadden aangereikt. En hij was de eerste, dus vandaar dat ik even zijn vraag als eerst gepakt had. Uh, maar um, hij spreekt hierover: over dit filmpje. De verf komt mee met de tape. Hoe op te lossen? Nou, hier zien we dat het, het witte gedeelte van de muur. die heb ik als eerst gedaan en daar overheen. Komt de oranje uh, kleur? Nou, die heb ik afgeplakt uh, met de kip 309, de paarse tape. De paarse tape 309, daar heb ik het mee afgeplakt, omdat die witte muur namelijk uh, nog vrij uh, vers was. Anders, als die muur al wat stukken ouder was geweest en ik had alleen de donkere lijn moeten doen, de oranje gedeelte, dan had ik uh, de rode, uh, de Ultra Sharp gebruikt. De Kip 3301. Dan had ik die gepakt. Uh, om het dan uh, daarmee te gaan doen. Alleen in dit geval heb ik dus de 309 uh, gebruikt. Omdat dat uh, wat verser uh, werk aan kan. En wat hij dan bedoelt. Is als je op het moment dat je hem afgeplakt hebt. Dus dat witte heb je afgeplakt. Dan uh, heb ik een stukje ruimte open gelaten. Van het witte nog. En dan moet daaronder... Dat hele gedeelte komen van het oranje. En wat hij zegt is: voordat je het oranje aanbrengt, doe eerst dat gedeelte nog met wit. Dan heb je namelijk die naad goed afgesloten. En als dat droog is, dan kun je de oranje kleur gaan aanbrengen. En dit is wel een hele goede, waardevolle tip. En dat zou je dus zelf kunnen doen. Alleen daar zit wel een kanttekening aan. En dat is namelijk dat je dat kunt doen als je latex gebruikt, maar stel je nou voor dat je die onderlaag zou gaan doen uh, met een uh, met gewoon een verf van alkyd of een uh, voor buiten bijvoorbeeld of binnen gewoon met echt een verf zelf, uh, een, acrylate, uh, uh, ja, een kit een watergedragen verf die je op de kozijnen zou doen binnen, dat je daarmee zou doen, uh, dan zou ik het denk ik niet gaan doen omdat uh, die laag moet eerst nog helemaal goed doordrogen. Nou, met name buiten. Dan ga je daar dus, kun je dus de hele dag niks doen voordat dat droog is. Dus ik zou dat dus niet hebben gedaan. Uh, als je die verf gaat gebruiken. Of een ander ding wat ook niet kan. Is als die kleur die daar bovenop zit. Dus dat witte gedeelte. Stel wat net even gebroken wit was. En de verf is er niet meer. Of het is al een stuk ouder. En je moet alleen de onderkant doen. Dan kun je dat dus niet gaan doen. Uh, want je hebt namelijk die verf niet. En als je dan uh, die verf wel wil gebruiken. Dan zul je toch nog steeds weer een andere kleur zien. Dus uh, het kan wel. Als je dus nieuwe uh, verse lagen gaat aanbrengen zelf. En je hebt beide kleuren heb je nog. Dan zou ik dat zeker gaan gebruiken. Uh, wat uh, Tony aangeeft. Uh, want dan heb je, gewoon echt gewoon, ja, heb je het gewoon goed gedaan. Even kijken. Als er nog vragen zijn, mensen in de chat, uh, laat het me dan weten. Uh, want dan uh, ga ik die nog met je bespreken. Uh, en anders uh, ben ik wel zo door de vragen heen. Uh, wat ik wel leuk vind is. Als jullie onder de filmpjes reacties blijven plaatsen. En als jij goede vragen hebt, stel ze gewoon onder een filmpje. Maakt niet uit welk filmpje, ik krijg toch die vragen wel binnen. Uh, stel ze daaronder. Of als je leuke opmerkingen hebt, of iets wat jou opgevallen is in de filmpjes. Laat het mij zeker weten onderin de reacties. Want dat vind ik ook gewoon leuk om uh, te lezen van jullie. En wellicht dat ik dan ook zeg van oké, okay, ik neem het mee. En ik neem het mee in een live uitzending. Om uh, dat met, met elkaar te bespreken. Uh, vinden jullie de tips leuk? Deel ze dan ook met je vrienden. Want ook zij willen gewoon gratis uh, schildertips uh, zien. En ook zij hebben natuurlijk een stukje schilderwerk uh, wat ze uh, kunnen uh, ja, uitvoeren met deze tips. Nou, ik ga nog even kijken in de chat of er nog een belangrijke vraag is. Um. Nee, in principe niet. Ik uh, wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik heb nog één uh, filmpje voor jullie, en dat is het filmpje hier rechts in het scherm. Uh, ga die bekijken. Daar leer je hoe je die lijnen mooi op kunt zetten. Uh, vind je deze tips nou leuk? Zorg dat je in ieder geval abonneert op mijn kanaal. En Druk zeker over op dat belletje en ik zie je in de volgende filmpje naast. Adios.